NOS, het journaal. Goedemiddag. De Albanese opstandelingen lijken hun verzet tegen de regering Nano te hebben opgegeven. De gewapende mannen die het kantoor van de oppositiepartij in de hoofdstad Tirana bewaakten, hebben hun post verlaten. Premier Nano had gedreigd hen met geweld te verwijderen als ze niet voor het ochtendgloren de wapens hadden ingeleverd. De rellen begonnen eind vorige week na de moord op een van de kopstukken van de oppositie. Oud-president en oppositieleider Berisha zei dat de regering daarachter zat en organiseerde protesten. De regering beschuldigt Berisha nu van een poging tot staatsgreep en verhoogt de druk. Are you going to leave the country, Mr. Berisha? Never. Never. De ongeregeldheden in Albanië zijn de ergste sinds anderhalf jaar, toen het ineenstorten van de piramidespelen tot onlusten leidde. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn vannacht honderden huizen in brand gestoken tijdens etnische rellen. Duizenden betogers hadden het opnieuw gemunt op de Chinese minderheid. Ook in de hoofdstad is gedemonstreerd. De betoging hier, die gericht was tegen het bewind van president Habibie, verliep rustig. Demonstrerende studenten waren op weg naar de regeringsgebouwen, maar de politie liet hen niet door.